staan hier bij Blaak, markthal, fietsenstalling, voor het Toonderbeeld, of eigenlijk hommage aan Martin Toonder. Het is een sculptuur wat zo'n beetje achter mij stond 2 jaar geleden. Moest weggehaald worden voor de bouw van de fietsenstalling. En vandaag staat het hier op de lader om weer teruggeplaatst te worden. Martin Toonder is geboren in Rotterdam. Hij woonde destijds, of zijn ouders woonden destijds op het Noordereiland in de Thorbeckestraat. Dus ja, daarom staat het hier. Tom Poes, die zometeen weer terug staat op zijn plek, die kijkt uit door de academie min of meer naar het Noordereiland. Om eigenlijk zo'n beetje geheimzinnig de geboorteplaats van Martin Toonder te markeren. Al die karakters die we dus hebben geportretteerd, dat zijn allemaal karakters uit de strips van Martin Toonder, uit de Bommelstrips. En ze staan eigenlijk ook symbool voor de krachtvelden in onze maatschappij. Ik ben een van de 4 artoonisten en ik heb we hebben allemaal aan onze eigen kant van het beeld ontworpen en de kant waar Marquise de Cantecler op staat, dat beeld heb ik gedaan en het relief wat erachter zit. Dus de Cantecler die staat voor de poëzie en de filosofie. Dan hebben we Pepijn van den Nieuwendijk, die heeft professor Sikbok gemaakt, dat is de wetenschap. Ikzelf heb de politiek gemaakt, burgemeester Dikkerdak. Dus dat is die fijne nijlpaard. En ter slot van rekening Hans van Bentum. En die heeft de economie gedaan. En heeft daarvoor gevonden Terpentijn, de kunstenaar. Die als een alchemist als enige van stront goud kan maken. De wolkenkrans die staat als symbool voor de grens tussen het stoffelijke en het idee. De wereld van de ideeën. Per slot van rekening is de wereldbol ook nog eens een keertje onderstreept eigenlijk door het dubbeltalent van Toonder, de penseel en de pen. Het literaire en de tekenkunst. Ja.